De N50 tussen Zwolle en Kampen en dan verder Flevoland in is een levensgevaarlijke weg. Er gebeuren veel te veel ongelukken, zegt de gemeente Kampen. De weg moet breder gemaakt worden. De tweebaansweg is ook voor de transportsector een grote ergernis, want de doorstroming is beperkt. Morgen praat de Tweede Kamer over extra geld voor het wegennet en Kampen wil geld voor de N50. De afgelopen periode 150 incidenten of ongelukken geweest, waarvan 11 zeer ernstig en waarvan tenminste 3 met dodelijke afloop. En ook daarom willen we heel graag dat de minister geld vrijmaakt om de situatie op de N50 te verbeteren. Rijkswaterstaat zegt dat de N50 voldoet aan alle veiligheidseisen en dat de weggebruikers ook naar hun eigen rijgedrag moeten kijken. Kampen vindt de weg onoverzichtelijk en gevaarlijk. Ooit was het plan om er een 2x2-baansweg van te maken. Er is praktisch rekening mee gehouden met het tracé, dat dat verdubbeld zou kunnen worden. Helaas, door bezuinigingen van het Rijk in 2013, is dat niet doorgegaan. En we zouden heel graag zien dat de minister die bezuiniging terugdraait. Voor de bedrijven in de regio is de N50 een kostenpost. Dagelijks staat het er stil. Alles komt hier langs en alles drukken we hier over een bospaadje. En dat kan niet de bedoeling zijn. Richting Emmeloord gaat nog wel, alleen richting Zwolle staat meestal vast. Sommige punten zijn onoverzichtelijk, omdat je nou stukken hebt waar auto's in kunnen halen, maar eigenlijk soms net niet meer kan of wel kan, maar ze willen er voorbij omdat je hier 100 mag. Dan snap ik dat je 100 wil rijden als automobilist zijnde en niet achter een vrachtwagen aan wil blijven hangen, zeg maar. En met name de schrikreactie die je bij heel veel mensen gaat zien, doordat alles in één keer teruggaat in de flessenhals. Daardoor gaan mensen remmen, rare dingen doen en daardoor komen de ongelukken. Mocht er geld komen, duurt het nog zeker 4,5 jaar, zegt Rijkswaterstaat, voor er daadwerkelijk iets met de weg kan gebeuren. Maar voor Stoel Kampen kan het niet snel genoeg zijn. Perfect zou gewoon zijn dat de A50 gewoon doorgetrokken wordt en dat we een A50 krijgen tot aan de A6. Mocht het niet lukken, dat we in ieder geval geleidingsrails tussen de weghelften krijgen, zodat we in ieder geval de ongelukken voor zijn.